Vincent Janssen, wat een mooi moment. Had je het nog verwacht toen de klok op 75 minuten stond en de 80ste minuut in mocht vallen? Ja, ik was aan het warm lopen. Dus ja, op dat moment hou je er rekening mee dat de kans aanwezig is dat je in gaat vallen. En probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat heb ik gedaan. En ja, uiteindelijk is het mooi als er dan de minuut aanslaat dat je, ja, dat je wordt geroepen en dat je weet dat je in mag gaan vallen. En dan val je in en dan, ja, dan ben je ook, sta je in het veld als het 2-2 wordt. En dan ga je denk ik helemaal uit je dak. Ja, dat was een hartstikke mooi moment, denk ik. Dat is iets waar we, ja, waar we naartoe wouden, naar die 2-1. We waren aan het drukken, denk ik. En ja, dan is het mooi om, ja, om in het veld te staan als die 2-2 valt. Dat is mooi. En dan hoop je hem eigenlijk over de streep te trekken. Of, ja, ik bedoel, op dat moment hadden we zoveel controle. Wie weet komt er nog een balletje. En jammer genoeg valt hij dan aan onze kant. Na afloop krijg je je haasje. Je hebt 10 minuten gespeeld. 10 minuten leuk meegedaan, denk ik. Dit is een fantastische avond voor jou, denk ik. Ja, voor mezelf zit ja, een hoogtepunt weer in mijn carrière. Ik denk een van de mooiste momenten uit mijn leven. En, ja, goed, het besef is het denk ik nog niet helemaal, maar dat zal vast wel gaan komen. Op een memorabele avond, de 14e minuut, herdenken we met z'n allen Johan Cruijff. Hoe heb je dat aan de kant ervaren en jullie eigenlijk ook als geheel? Ja, het is natuurlijk ja, pijnlijk als je dat nieuws meekrijgt. Een van de grootste, ja, ik denk de grootste man van het Nederlandse voetbal. Die overlijdt en ja, dat is verschrikkelijk. Als je kijkt wat hij betekent voor Nederland, dan is dat de hele hoop. En, ja, goed, dan, ja, dan probeer je hem in zo'n wedstrijd alleen maar te eren en ja, gedachten ja, daar te zijn. Hebben jullie veel beelden altijd gezien van hem? Want ik weet dat je hem natuurlijk nooit live hebt zien voetballen, maar goed, iedereen weet wie Cruijff is. Hè? Iedereen weet wie Cruijff is, denk ik, over heel de wereld. Het is, dus, ja, dat is denk ik zo. En ja, natuurlijk heb ik daar ook genoeg beelden van gezien. Die zijn altijd voorbij gekomen als, ja, ik bedoel, altijd als ze, vroeger, als ze beelden van vroeger lieten zien, dan was hij de man ja, die op tv was. Dus ja, het is duidelijk dat hij daar heel veel betekent heeft voor het Nederlandse voetbal. Ja, dat nieuws sloeg gisteren in heel Nederland, in heel de wereld in als een bom. Hoe was dat bij jullie in het spelerskwartier? Ja, ik denk hetzelfde. Het was ook een bom voor iedereen. Ja, wat ik zeg, het is de grootste man die Nederland heeft gehad in het voetbal. Dus ja, het is verschrikkelijk als zoiets gebeurt. Even heel kort nog de wedstrijd. Ja, toen dat gebeurde, die 14 minuten, stonden jullie al met 0-2 achter. Hoe kwam het ja, vanaf de kant, zag jij het dan ook, dat jullie zo slap aan de wedstrijd begonnen? Ja, we kregen geen grip op Frankrijk. Daar hadden we het heel erg lastig mee. Als je kijkt ja, hoe hun daar ook gebruik van maakte, dan weet je tegen zulke topspelers dat ze dan twee kansen krijgen en dat hij dan hangt. En daar hadden we het lastig mee en uiteindelijk in de rust is het omgezet. En kregen we meer grip op de wedstrijd, denk ik. En maak je twee goede goals. En dan, ja, dan denk je eigenlijk van, ja, deze wedstrijd, ja, je hebt geknokt voor de 2-2. En ja, wie weet zit er nog meer. En dan krijg je maar een andere kant tegen. Nu naar het heilige Wembley. Ja, hoe vaak heb je daarover gedroomd? Spelen op Wembley met Nederland zelf toch? Ja, denk ook. Het is ook een droom weer. En, ja, goed, ik ben, ja, ik moet eigenlijk nog bijkomen van dit. Dus ja, hier denk ik voor het eerst aan. En dan ja, komt van de week dat andere wel weer. Eén ding nog. Het gaat wel heel erg hard met je. Hè? Ik zei het maandag ook al tegen je. Almere City. Nu Nederland zelf al. Ja, wie weet wat er gaat gebeuren. Ongetwijfeld zullen misschien topclubs gaan komen. Nou ben je ooit bij Feyenoord weggegaan. Sluit je uit dat je daar ooit nog gaat spelen? Nee, dat sluit ik niet uit. Dat is één ding wat zeker is. Feyenoord is... ja, mooie, ik heb daar 4 mooie jaren gehad. En rancune omdat je daar toch weg moest? Nee, zeker niet. Ik bedoel, ik ben daar ook, ja, denk ook wel een beetje de mens en de speler geworden, ja, door Feyenoord. Dus, maar ja, goed, ik sluit niks uit. En ik denk ook eerlijk gezegd daar nog helemaal niet over na, over een club in de zomer of hoe of wat. Ik heb het fantastisch naar mijn zin bij AZ. Ik ben de mensen binnen de club daar heel erg dankbaar voor. En ja, laten we eerst nog maar eerst even het seizoen afmaken en dan zien we uiteindelijk vanzelf wat er gebeurt. Succes dinsdag. Top, dankjewel.